verschillende opleidingen gedaan. Ik heb mijn master mogen doen in Argentinië. Ik vond dat toen fantastisch, omdat ik... Zo leert je ook die wereld beter kennen, want... Van eigen onderzoek. Ik ben heel graag bezig met literatuur. Met deze opleiding kan je heel veel kant. Talenletterkunde studeren aan de universiteit gaat. Als je mij vraagt wat ik daarover te zeggen heb, dan kan ik alleen maar vertellen wat mijzelf op gang heeft gebracht. Hoe was ik het is lang geleden ondertussen, maar ik denk er met veel weemoed aan terug. Want als je begint aan een studie, je weet nooit wat er je te wachten staat. Wat deed ik graag? Ik las graag boeken. Je moet graag boeken lezen als je talenletterkunde wil studeren. Je gaat er veel moeten lezen in je studie en je gaat daar plezier moeten in vinden. Misschien kun je dat nog niet. Nu, of heb je dat gevoel nog niet nu, maar je kunt dat langzaam opbouwen. Wat moet je nog hebben? Je moet graag met taal bezig zijn. Taal is het hart van wat we hier aan doen. Hoe mensen met elkaar communiceren. En in alle diversiteit daarvan. We kunnen hier in Gent binnen de taal- en letterkunde 9 verschillende talen met elkaar combineren. En die talen zijn toegangspoorten tot heel verschillende cultuurgemeenschappen. Cultuurgemeenschappen van nu en cultuurgemeenschappen van vroeger. Talen van jongeren en van ouderen, van formele contexten en van informele uitwisseling. Het is daar een hele grote diversiteit. En je moet die diversiteit willen leren kennen en ze leren appreciëren. Op die manier krijg je ook toegang tot nieuwe culturen. Of leer je culturen die je al een beetje kent, op een nieuwe manier kennen. Dat is denk ik ook een van de mooie attracties van deze opleiding. Je kunt op een heel diverse manier die culturen in je opnemen. En wat voor mij zeker niet onbelangrijk is, toen ik zelf als student een keuze moest maken, is dat je leert omgaan met iets wat je misschien niet voldoende van bewust bent als je je studies in de middelbare school aan het doen bent, namelijk hoe belangrijk complexiteit is en hoe belangrijk schoonheid is. We denken daar niet altijd over na, maar we gebruiken zeer veel complexiteit in wat we doen. Alles is ook zeer complex vandaag de dag. En we worden pas aangesproken door taal, door kunst, door gebruiksvoorwerpen, wanneer ze ons fascineren, wanneer ze ons intrigeren. En gedurende al de tijd die we hier ter beschikking hebben, proberen we geleidelijk aan die complexiteit en die schoonheid beter te doorgronden. Dat is wat mij destijds enorm is opgevallen toen ik de studie hier deed. Wat ik, zoals gezegd, geleidelijk aan heb leren genieten. Heb leren genieten door de hulp van mijn lesgevers, die niet al te ver van ons afstaan, die bereid zijn om ons mee onderweg op te nemen en te begeleiden. En we leren in die context ook onze taal te gebruiken. We studeren de taal en we leren ook de taal zelf gebruiken. Dat is denk ik het engagement van onze opleiding, dat je na verloop van tijd die taal heel goed gaat beheersen. Even goed als wat je ook anders mocht studeren, maar altijd binnen een context van hoe kan ik mijzelf verbeteren, hoe kan ik zelf bijleren over die taal. Want je weet dat al hetgeen wat je hier bij ons zult leren, dat je dat misschien binnen 5 of 10 of 20 of 30 jaar op een heel andere manier zult moeten gebruiken. Dus je gaat vooral jezelf moeten bijleren. Daarom is onze opleiding, zoals vele opleidingen aan de universiteit, één die een relatief open structuur heeft. We gaan je niet bij het handje nemen. We gaan je niet iedere dag zeggen wat je moet doen. We gaan veel tijd maken zodat je zelf je programma kunt invullen. Zodat je zelf kunt kiezen waar je je nu wilt op toeleggen en volgende week misschien op iets anders. Maar je moet zelf je agenda bijhouden. Je bent uiteindelijk iemand die jezelf moet leren sturen. Daarvoor maken we ook veel tijd vrij in de opleiding taal- en letterkunde. Die mij destijds zo heeft geïntrigeerd en die dat nog altijd doet. Dus als je mij vraagt waarom zou ik taal en letterkunde studeren, dan zou ik zeggen, om al die redenen die ik net heb opgesomd, om dingen in jezelf te ontdekken die je misschien nog niet hebt gezien, om je eigen creativiteit ook aan te wenden. En weet je niet goed of je het zult kunnen of je het zult willen, spreek erover met studenten die het nu al doen en vraag hen vooral waarom doe ik het graag als ze zeggen dat ze het graag doen. Waarom doe je het niet graag? Vraag hen vooral die uitleg die je erbij krijgt. Want er is altijd wel iemand die een opleiding graag of niet graag doet. Vraag hen of de redenen die hen drijven ook jouw redenen zijn. En de redenen die hen tegenhoudt, of dat ook jouw reden zou kunnen zijn. Dus dat is denk ik het belangrijkste wat ik jou of u wil zeggen. U misschien in deze context.
En misschien zien we elkaar volgend jaar dan weer terug.